In deze video extreme waarden berekenen met behulp van de afgeleide. Nou, zo'n vraag kan op drie manieren worden gevraagd eigenlijk. Het kan natuurlijk zo zijn, bereken de extreme waarden. Nou, dat is natuurlijk super, want dan kun je een grafische rekenmachine inzetten. He, dus je krijgt een functie, die zet je in je grafische rekenmachine. Dan kies je een geschikt venster, je gaat dat plotten. En als je de HP prime gebruikt, dan ga je aan de slag met extreme waarden. En dat is nummer 7. En dan kun je dus berekenen hoe het zit met de toppen. Nou, de linkertop is een minimum en de rechtertop is een maximum. Nou, en voordat je het weet, dan heb je dat voor elkaar gekregen. Dan zet je de kruisje bij een van die toppen neer. Nou, je weet ook dat de helling in zo'n top is 0. Nou, als gevraagd wordt, bereken exact de extreme waarden, dan moet dat dus algebraisch en je gaat je eindantwoord niet afronden. Nou, als de helling 0 is, dan ga je die f ga je dus differentiëren. Ja, en die ga je dus gelijkstellen aan 0. En als de vraag is, bereken algebraisch de extreme waarden, dat lijkt heel erg op exact, maar je eindantwoord mag je eventueel afronden. Moet je natuurlijk alleen maar kijken op hoeveel decimalen dat is, want anders kan het alsnog fout gaan. Nou, even een werkschema erbij. Algebraisch berekenen van extreme waarden. Dus je gaat f differentiëren. Die ga je gelijkstellen aan 0. En je gaat dus dat algebraisch oplossen. Je gaat die formule in je rekenmachine zetten. Je kiest een geschikt venster, je gaat dat plotten en je gaat die plot overnemen zodat je een schets hebt. En je gaat even checken of je te maken hebt met een maximum of een minimum. Nou, vervolgens bereken je ook de y-coördinaten van de toppen. En dat moet je even netjes noteren, zoals je dat hier ziet staan. En op de volgende bladzijde ga ik dat eventjes toepassen. De vraag is, bereken exact, dus we gaan niet afronden, de extreme waarde van de functie f. Nou, laten we f dan eerst maar eens eventjes gaan differentiëren. Nou, we hebben 4 termen. Dus de eerste term is dan 3 keer min een zesde. Dat is min een half. En van de exponent halen we eentje af, dus dat is 2. Dus dan krijg je min een half x kwadraat. Nou, dat herhaal ik. Min 1,5x, 2x differentiëren is 2 en 4 differentiëren is 0. Nou, die afgeleide functie die gaan we gelijkstellen aan 0. Dat ziet er zo uit. Nou, dan gaan we links en rechts vermenigvuldigen met min 2, zodat we krijgen x kwadraat plus 3x min 4 is 0. Dus we hebben alle termen vermenigvuldigd met min 2. Nou, dan hoop je natuurlijk dat je aan de slag kan met de product-som-methode. En dat is hier ook zo. Want min 1 keer 4 is min 4. En opgeteld is het 3. Dus dan krijg je x is 1 en x is min 4. Nou, dan gaan we de rekenmachine er even bij pakken. We gaan die formule even invoeren. Ik kies een geschikt venster. En ik ga dat plotten. En dat neem ik over, zodat ik een schets heb. Nou, bij x is min 4 heb ik een top en bij x is 1 ook. En bij x is min 4 heb ik een minimum en bij x is 1 heb ik een maximum. Nou, dan ga ik mijn rekenmachine even inzetten om dat een minimum te bepalen. Dat doe ik eventjes als volgt. Je kunt natuurlijk ook je tabel kun je erbij pakken, dat vind je natuurlijk ook. Min 5, 1 derde. Ik druk trouwens even een paar keer op dat ABC-knopje. En dan heb je ook echt staan min 5, 1 derde. En ik herhaal die stap bij x is 1. En dan krijg ik 5, 1 twaalfde. Nou, we hebben een minimum en we hebben een maximum. En dat was de vraag. Dus einde video. Tot de volgende keer.